De Speer van Zeeland. Remy Vasseur heeft de eerste editie van de Triathlon Zeeland gewonnen. De Vlissinger finishte in zijn eigen woonplaats in een tijd van 1 uur, 41 minuten en 55 seconden. Het is een thuiswedstrijd, ik heb er alles op gezet. Ja, als je dan zo wint, dat is natuurlijk alleen maar super. De deelnemers moesten 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Vasseur kwam als derde uit het water, nam fietsend de leiding over en stond die niet meer af. Hij won op de boulevard met een ruime voorsprong op nummer 2, Huub van Noorden uit Ierseke. Ja, normaal is mijn lopen het beste onderdeel, dus daar kon ik goed op vertrouwen. Maar ja, als je dan al met voorsprong met lopen mag beginnen, ja, dat is natuurlijk super, hè?